Mijn naam is Sigmar. Ik ben hip-hop promoter, evenementenproducent en webdesigner in Rotterdam. En vroeger was ik van Straight Up, maar nu doe ik samen met Momo doe Pass the Mic. Events. Ja, Pass the Mic events. Ik ben Momo zelf als hem. Maar ik doe geen website. Pass the Mic Events is eigenlijk gewoon zoals de titel zegt, een evenementenbureau aan het worden. Het wordt steeds meer, maar we hebben vorig jaar een aantal hele leuke dingen gedaan. Zoals? Als eerste deden we hip-hop voor Azië. Ja, en official. Zo begonnen we samen. Toen die ramp natuurlijk was gebeurd, hadden wij het gevoel om iets met hip-hop te doen voor die mensen daar. En het beviel ons zo goed, onze samenwerking, dat we eigenlijk verder mee wilden gaan. We hebben een tijdje in Locos hebben we een evenement gehad, dat heette Pass the Mic. Dus daar zijn we mee gestopt. En toen hebben we een modeshow gedaan voor Kalkani in Amsterdam, in de Panama. En we hebben voor Bounce gedaan, ja. Voor het Luxor Theater hebben we promotie gedaan voor de Bounce, de Street Dance Sensation. En dan hebben we audities geregeld voor de Nederlandse danser. Maar we hebben ook de hele week producties geprogrammeerd rondom de voorstelling die elke dag plaatsvond. Dat was wel grappig. Elke dag een feestje, een week lang. Dat was heel apart. En we hebben Rise. Die documentaire hebben we gepromoot voor de importeur. En we hebben nog wat kleine dingetjes gedaan. En wat voor ons heel belangrijk was vorig jaar, Lord of the Mic. 2005, de eerste editie, hebben we MC Battle georganiseerd. En nu ook dan weer de CD die we hebben uitgebracht, Dem and the Mic. Echt de nitty gritty underground, zoveel mogelijk als het maar kan. Die plek alleen al was underground. Zwaar underground. De prak me dus wat moeilijk af. Moeilijk te vinden. Het geluid was niet altijd fantastisch, moeilijk te vinden. Je moet samenwerken met mensen die geen hip-hop gevoel hebben. Bedoel je op de geluidsmensen? Of? Ja, ook, weet je wel, van alles. Er schoorde echt van alles aan. En wij waren gewoon alleen maar blij dat we vooral een locatie hadden. Want dat is best moeilijk in Rotterdam. Om een locatie te hebben en te houden. Vooral houden. Ja, dat vonden een aantal mensen. Alleen financieel, achteraf, we hebben een nieuwe collega gekregen. Nadat wij zijn begonnen. Ook uit het hip-hop voor Azië verhaal. En die controleert ons financieel, dat is Alcides. En hij ging een keertje narekenen wat zo'n evenement nou precies financieel teweeg brengt. En hij zei van... Moet je stoppen. Dit zit niet goed in elkaar. En dan moet je gewoon mee stoppen, want anders bedreig je je voortbestaan van je hip-hop activiteiten. Dus dan moet je gewoon gaan kiezen wat je wil doen. En toen hebben wij gezegd van ja, we willen wel in ieder geval verder. Maar dan helaas niet met zo'n vast evenement meer. Ook omdat je er toch niet altijd de waardering voor krijgt waar je voor inzet. Dus ja, op een gegeven moment hadden we zoiets van, dan maar stoppen, weet je. Dan maar andere dingen doen. Was eigenlijk Momo, geloof ik, de duwer van het Lord of the Mic project. Waar ik in eerste instantie zelf helemaal geen voorstander was. Maar het was een succes. Het was helemaal uitverkocht. Dus ja, en toen wisten we dat we wel weer dingetjes moesten gaan doen. Voor die echte hiphop. 18 november is het evenement. Gaat plaatsvinden in Nighttown weer. En het wordt groter en beter. Dus ja. Ook in de grote zaal? Want het was het eerst niet, toch? Nee, het was in de basement. Dat hebben we expres gedaan. Omdat de basement een van de weinige plekken in Nighttown is die toch nog wel het publiek kan vasthouden. Maar ook dat underground gevoel heeft, letterlijk ook zelfs, het is in de basement. En daar blijven we in die zaal, maar we krijgen nu ook het café erbij. En een tussengedeelte wat er nu nog niet is, want Nighttown wordt verbouwd in de zomer. En dan krijgen we een hele nieuwe situatie en wij zijn dan een van de eerste mensen die daar dan dingen in gaan organiseren. En dat gaat zo gebeuren omdat Nighttown ook eigenlijk nu een partner is in het evenement geworden. In plaats van dat je een verhuur... / huurder situatie hebt. Nee, weet je wat we hebben gezien? Is dat tijdens al die MC battle georganiseerd, het was iets vergeten.
En vooral, ik bedoel die Engelstalig MC, waar een beetje vergeten. En we wilden zoveel mogelijk deze mensen bereiken en ook natuurlijk de Nederlandse talig bereiken. Daarom hebben we twee battles binnen die avond georganiseerd. Het van Lord of the Mic komt voor een deel uit wat Streda vroeger heeft gedaan in de Hip Hop Lounge, in de Calypso. Hadden wij ook zo'n battle georganiseerd waar ook Engels waren en ook Nederlandse MC's waren. En het was toen al een heel succes. Het was wel heel erg lokaal, dus bijna alleen maar MC's uit Rotterdam die daar meededen. En dus ook wonnen. In het Engels was het RTV, geloof ik. En in het Nederlands was Tim. Bolle Tim. En dat is bij Momo gebleven eigenlijk, dat hoe dat toen was. En ik denk dat hij zijn eigen twist eraan heeft gegeven. Maar voor mij persoonlijk is komt de echte MC naar voren in de freestyle battle. En dan niet zozeer dan van, weet je, fuck jou en ik nek je moeder en weet ik wat allemaal voor onzin. Maar je hebt ook mensen zoals van de oude generatie, voornamelijk de nieuwe generatie vind ik wel enigszins meevallen. De oude generatie die hadden het ook echt ergens over in die battle. En dat wilde ik terugkomen laten zien. Daar ben ik wat minder in geslaagd in Lord of the Mic, vind ik. Het was voornamelijk van dat gescheld, wat dan wel soms heel erg grappig is. En leuk, maar om dat nou de hele avond aan te horen was best saai. We hebben ook echt een partner in het evenement. Dat is excellent, dat weten heel veel mensen misschien niet. Hij heeft ook heel veel werk verricht om al die boys te bellen. En te zorgen dat die er ook waren en zo. En dat het gewoon ook gezellig was enzovoort. Dus hij heeft ook heel veel werk verricht. De gedachte was om die... Wat ik vind... dat de Nederlandse MC hier zijn weinig gepromoteerd. En dat was een beetje de idee achter de CD. De CD was om de goede MC ongezeineerd met een heleboel talenten naar voren te sturen, weet je. In de buitenland en hier in het binnenland. Dat was de idee. Het is zo dat wij per definitie er alleen maar zijn om de hip-hop artiesten naar voren te duwen. Want ik vind dat ze het over het algemeen, dat vindt Momo volgens mij ook, dat ze het zelf moeten doen. Maar wat wij vonden is gewoon om te kijken dat mensen de breedheid van de Nederlandse product zien. En dan zijn we vooral vanuit het evenement, omdat dat gewoon het makkelijkste is, die wij zelf georganiseerd hadden dat jaar. Ervoor dus in 2005, om naar die artiesten te gaan kijken en welke wij persoonlijk het leukste vonden. En die hebben wij gewoon allemaal op een cd gezet. En die zijn we in het buitenland gaan promoten. En de bedoeling voor onze organisatie is dat we er ook boekingen uit krijgen. En dat is zowel goed voor ons, want het gaat uiteindelijk ook een beetje om het geld. Maar het is ook voornamelijk goed voor de artiest. De naam van de show is Blackbeat Radio. Blackbeat Radio is een, wat ik dan noem, is het een zwarte muziekcultuur zender. En dat is eigenlijk expliciet zender, omdat wij de intentie hebben dat het een radiostation wordt in de toekomst. Maar voorlopig hebben wij gewoon 3 uur in het begin ingehuurd bij Radio Stanvaste in Rotterdam. En daar laten we gewoon de breedheid van de zwarte muziekcultuur zien en horen. Een eigen vaste show met onze vaste mensen die een show hebben. Dat zijn Tactic weer en DJ Cut Nice. En die hebben gewoon een eigen show waar dan ik de producer van ben. En hun gaan echt sec in op hip-hop. En dan hip-hop underground. En dat is zowel Nederlands als Amerikaans. Maar ook gewoon een beetje de mainstream party vibe. En er komen allerlei nieuwtjes bij kijken. Net zoals wat alle andere shows doen. Maar hun doen het dan net op hun eigen manier. We hebben een reggae show. Van boys hier uit Rotterdam. Winnieman Sounds. Een Europees best wel bekende soundsystem. Die een programma hebben. Puur en sec over reggae muziek. Ook op hun eigen manier. Binnen mijn format nog steeds. Op dezelfde manier werken ze als bij het eerste programma. Maar de inhoud verzinnen ze helemaal zelf. Ze doen ook alle voorbereidingen zelf.
We hebben een show die heet, trouwens die reggae show heet Reggae Ambassador. Die andere show heet Funky Time is the Thing. Door twee hele bekende boys, Tyrone van der Meer en Mario. En die zijn van IBE. En die organiseren natuurlijk IBE en allerlei, ik bedoel in de breakdance wereld. Als je het over hun hebt, dan weten wie iedereen wie het zijn. En dit doen we een show, dit Funky Time is the Thing. En het gaat echt alleen maar over breakdance. Breakdance muziek, de nieuwtjes. En wat zij voornamelijk proberen te doen is de connectie te maken tussen de jongeren van nu, die aan het breken zijn, en de muziek die van toen is over het algemeen. En hun daar een beetje in te vertellen en te op te voeren van, hé, die muziek komt daar vandaan en dat is gebeurd. En, enzovoort, enzovoort. En dan hebben we een show van Momo. En die heet Global Hip Hop. En Global Hip Hop is eigenlijk wat het woord zegt. Dus hiphop van alle andere landen dan Nederland en Amerika. Dus de ene dag heeft het over Braziliaanse hiphop. En de andere dag... ik heb zelfs een keer een Thaise hiphop plaat gehoord. Het is crap, maar het is wel hiphop. Weet je, ik begreep er geen zak van. Maar die vibe zit erin, de beats waren dope, weet je wel. Maar ja, weet je... En daar gaat zijn show dan over hiphop uit. En dan ook de nieuwtjes en de shows enzovoort enzovoort. En dat doet hij samen met Reason uit Utrecht.